Zo, en we zijn live. Ik ga even kijken. Yes. Ja, er zijn al mensen aanwezig. Oh, wat Superleuk. leuk. Karin, dit wist Ja. jij nog niet eens, maar er zijn gewoon echt een paar honderd mensen zijn er nu gewoon al live aanwezig. Ongelooflijk. Ja, echt En super tof. normaal bij Zoom of Teams in deze tijd ben je ook nog wel gewend dat je ze allemaal zo binnen ziet ploppen, die gezichtjes. Ze Nu zijn er al. kijk ik vooral naar jou. Ja, En niet naar de 100 mensen. nee, maar dat komt helemaal goed. Nou, wat ik zo leuk vind, is natuurlijk altijd, hè, ik kies altijd onderwerpen uit waarvan ik denk, oh, dit is echt een goed onderwerp, of het is echt een leuke spreker. En ja, jij weet, ik ben echt helemaal idolaat van positieve gezondheid en alles is gezondheid. Dus, en helemaal fan van jou. Dus ik dacht, ja, dit moet er gewoon komen. Maar je weet nooit of mensen hier ook echt, ja, hè, Nee. vinden ze het niet te vaag, kennen ze het nog wel voldoende. Maar ja, dit bewijst maar dat er gewoon echt heel veel animo voor Animo. is. Dus Het mooiste superleuk. is, ik zie dat Greet ook al letterlijk in de chat heeft gezet. En Oh, goed. Greet is 90 plus. Oh, wat goed. En ongeveer 92 jaar. Dus je ziet, hè, jong of oud. Dat maakt helemaal Die niet uit. balans, veerkracht en gezondheid, die Superleuk. is denk ik voor iedereen heel relevant. Dus leuk om daar met jou vanavond en met de kijkers over in gesprek te gaan. Ja, leuk. Hey, kunnen jullie heel even laten weten? Oh, ik zie al mensen, ik heb er zin in. Fijne avond. Willen jullie even laten weten in de chat? Kunnen jullie ons gewoon goed zien en horen? Want wij horen en zien elkaar heel goed. Maar soms ja, is dat bij op de achtergrond nog wel eens minder. Dus je ziet me af en toe een zeiken. Oh, ik heb er zin in. Zeg mensen, wat leuk. Oh, zin in de avond. Goed onderwerp. Nou, volgens mij, dat betekent volgens mij dat mensen reageren op mij. En dan denk ik ook dat het gewoon goed komt. Oh ja, ja dan komt het, doet het Prima, altijd klein helemaal het als je is zei van oké. hoi, hey, mooi beeld en geluid, alles goed. Nou, top jongens, dan gaan we van start. Welkom allemaal, ontzettend leuk dat jullie hier weer bij zijn met zoveel mensen. Ja, ik had helemaal zin in dit gesprek vanavond naar Karen. We hadden volgens mij direct al wel een persoonlijke klik. Allebei, nou, mag ik ons toch wel een redelijke powervrouw noemen, met een brede blik ook op gezondheid. En nou, daar gaan we het vanavond uitgebreid over hebben het komende uur. Ja, jij bent directeur van Alles is Gezondheid en Positieve Gezondheid. Hè? Dus nou, daar ga je zo meteen zelf meer over vertellen. Ik ben Ja. zelf heb natuurlijk de basismodule Positieve Gezondheid gedaan. Ik ben daarna trainer Positieve Gezondheid geworden. Ja, en ik merk dat het zo'n enorme verrijking is van mijn vak. Hè? Dus ik heb heel andere gesprekken met mensen. Dus ik sta naast patiënten in plaats van boven. Dan deed ik dat van nature al Ja. wel. Maar dit is nog veel meer ja, vanuit de kracht echt van iemand, vanuit iemand zelf. Hè. Dus om die zelfregie, die veerkracht, die eigen krachtenbronnen echt naar boven te halen. En dat vind ik ontzettend leuk. Vind ik ook heel leuk om mensen dat te leren. Dus andere zorgverleners. Want wij zijn nogal gewend om advies te geven. Hè. Nou, u kunt het beste dit doen of u kunt het beste dat doen. Nou, dat gebeurt dan soms wel of soms niet. En ja, en dan lopen we tegen elkaar te mopperen van nou, mensen luisteren nooit naar ons. Hè. Ze doen heel vaak niet wat we zeggen. Maar luister jij wel naar degene die tegenover je zit? Dat is Ja. altijd mijn wedervraag. Dus je hebt hier ook wel, er zitten ook altijd wat zorgverleners bij. Dus nou, durf ook naar die blinde vlek van jezelf te Ja. kijken. En dus ik hoop dat je echt met een hele open blik nu vanavond gaat kijken als luisteraar. Je krijgt na afloop de opnames toegestuurd. He, dus dat komt allemaal helemaal in orde. Nou, straks gaan we natuurlijk ook nog hebben over het online leefstijlprogramma. Maar dat komt later meer, want daar hebben we super mooie resultaten met positieve gezondheid van hebben. Dus we hebben mensen het spinnenweb een aantal keren laten invullen. Dus meer dan 900 mensen hebben het per keer Wauw. ingevuld. Dus maar goed, daar kom ik straks op terug. Ja, Daar ben ik echt gaan we ook super lekker benieuwd. mee echt actief Ja, aan de slag? Want dat is zeker. natuurlijk, hè, we kunnen het allemaal wel vertellen vanuit die theorie, Precies. maar ook de eigen ervaring die wij ook hebben. Hè, je probeert de figuurlijke ballen in de lucht te houden, maar ook de balans en veerkracht voor jezelf. Dus Precies. leuk om daar ook straks met elkaar echt interactief mee aan de slag te gaan. Ja, maar zeker, je hebt heel veel mooie dingen voor ons in petto. Nog even een technisch ding. Nou, wat ik zei, je krijgt alle opnames toegestuurd. Mocht die nu vastlopen, in jouw scherm zitten, bij iedereen in het scherm zit een knop opnieuw verbinden, probeer dat eerst even. Want vaak is het dan alweer opgelost. Lukt het dan nog steeds niet? Zet het even in de chat. We hebben hem op privé staan, maar dat is met name dus voor de privacy. Maar wij zien al jullie vragen en opmerkingen binnenkomen. Nou, lieve Karen, dan zou ik zeggen, de vloer is van jou. Dan pak ik even jouw slides erbij. Als jij ook bij slides en dan next, dan komt Ja. het helemaal goed. En lukt dat niet, dan doe ik het voor je. Helemaal goed. En de vraag was net al even, hè? Is het voor patiënten bedoeld of is het voor artsen?
En ik heb eigenlijk geprobeerd. Ik heb zelf meer historie vanuit beleid, vanuit bedrijven. Maar ik heb eigenlijk, we zijn allemaal mens. Dus ik heb geprobeerd in mijn verhaal voor jullie vanavond, eigenlijk hem gewoon heel klein en ook heel praktisch te maken. Natuurlijk kunnen we heel veel vertellen over hele specifieke terreinen. Maar dit is eigenlijk hopelijk zowel voor artsen, verpleegkundigen, maar ook eigenlijk, hè, als je zelf af en toe denkt, hoe kan ik nu mijn gezondheid en veerkracht optimaliseren? Ik hoop dus dat die op de vraag in de chat, dat die voor iedereen waarde biedt. Balans, veerkracht en gezondheid. Voor jezelf en met elkaar. En dat vind ik zelf een hele belangrijke. Omdat het gezegde, it takes a village to raise a child, die kennen we. Hè? Je hebt de hulp van elkaar nodig. En aangezien de gezonde keuze nog niet altijd de makkelijke is, is het denk ik ook heel mooi om te kijken, hoe doen we dat met elkaar? En hoe gaan we daar, hoe kunnen we daar ook met elkaar het gesprek over gaan? Wat komt er aan bod? Jullie hebben het misschien in de aankondiging of op de website al gelezen. Op een aantal van deze vragen zal ik ingaan. Als er natuurlijk nog behoefte is aan hele specifieke, zet het even in de chat. Alles wat we vanavond niet kunnen beantwoorden, daarvoor gaan Tamara en ik natuurlijk proberen om daar later op terug te komen. Voordat ik zo toelicht wie ik zelf ben, gaan we in ieder geval vanavond in op hoe hangt die veerkracht nu samen met je balans, met jouw gezondheid? Er zijn een aantal blue zones, de blauwe zones. Wellicht heb je er alles van gehoord, wellicht nog niet. Daar gaan we op in. Wat is nou dat model van positieve gezondheid? Is dat altijd positief? Betekent dat dat het altijd goed gaat? Nee, zeker niet. Want iedereen heeft zijn mindere dagen. Daar zullen we ook op ingaan. Wat kan je nou met dat model in je werk, met collega's? En wat kun je nu doen ook aan je eigen energiebalans om zo goed mogelijk aan je gezondheid en je veerkracht te werken? En een chronische aandoening. Want dat is ook mijn eigen ervaring. En hier sta ik op de foto met Machteld Huber, de bedenkster, de grondlegster van dit model. Zelf, Machteld heeft inmiddels de vitale leeftijd van 70 bereikt en doet het dus ook ietsje rustiger aan. Aan mij de eer om als directeur van Instituut van Positieve Gezondheid en als directeur van Alles is Gezondheid, om die beweging naar gezonder Nederland verder in te richten en met een mooi team van enthousiaste mensen. En ik las het net ook al in de chat, zoveel mensen die er ook op hun manier bij betrokken zijn om daar naartoe te werken. Ik ben zelf 37 en als ik niet werk, wat ik met heel veel plezier doe, dan probeer ik met yoga, wielrennen en soms in de zomer golfsurfen ook mijn eigen rust en ontspanning en beweging te krijgen. Ik heb 2 dochtertjes van 6 en 9 en ik woon met hen en met mijn man in Voorhout in de Bollestreek. En 2 nevenfuncties voer ik daarnaast nog uit. Op het gebied van onderzoek bij ZonMW en ook op het gebied van duurzaamheid. Dat zijn de Sustainable Development Goals. Bestuurskunde en bedrijfskunde. En je kunt heel veel dingen natuurlijk leren. Maar ik denk zeker dat ook mijn ervaring. Sinds jongs af aan, op mijn 4e, kreeg ik diabetes type 1. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je met je voeding, met je insuline? Dat voor mij ook heel veel heeft geleerd. En dat vind ik ook leuk om dat met jullie te delen. Wellicht helpt dat ook jullie. Wat is veerkracht? Ja, jullie mogen een gokje doen, maar het is natuurlijk eigenlijk een beetje een retorische vraag. Als we onszelf zien een beetje vergelijken met dat balletje, dan kunnen we proberen te controleren. Precies pas stil te blijven staan, in de pas te lopen, recht te zijn. Of we kunnen proberen, wat het balletje rechts laat zien, onszelf iets meer aan te passen, te reageren. Met de stroom ook wel mee te bewegen. En de dikke Van Dalen geeft dan hele uitgebreide omschrijvingen van veerkracht. Als je gedrukt, gerekt, gedraaid of gewrongen bent, kun je dan weer wederstand innemen. Nou, dat is natuurlijk een definitie waar we weinig aan hebben. Dus we gaan vooral ook naar de praktische kant kijken. Het model is tot stand gekomen op
een aantal inzichten. En Antonovsky, die was een arts in Tel Aviv, in Israël, net na de Tweede Wereldoorlog. En Antonovsky, die heeft als een van de eerste artsen ook heel veel laten zien over veerkracht. Want die kreeg in Tel Aviv veel mensen die de concentratiekampen hadden overleefd. En die heeft eigenlijk als arts gekeken, hoe kan het nu dat de mensen die zoiets heftigs als een concentratiekamp overleven, dat de een er heel veel last van houdt en de ander eigenlijk zijn leven weer makkelijker leek op te bouwen. En de arts Antonovsky, die kwam op 3 punten uit. Kun je je situatie begrijpen? Begrijpen, de E en de N mis hier. Kun je het gevoel hebben ook dat je zelf nog een keuze hebt in de dag, in de week? En ervaar je zingeving? De ingewikkelde Engelse woorden manageability, meaningfulness en comprehensibility, die staan er ook voor. Antonovsky is een hele belangrijke geweest, ook in het ontwikkelen van het model van positieve gezondheid. Straks kom ik ook op punt 2 en 3. De Blue Zones, de ervaringen uit de andere delen van de wereld. En over de hele oude definitie die de WHO nog steeds gebruikt. En waar we nu inmiddels gelukkig een nieuwe voor hebben. Over naar die Blue Zones. Er zijn een aantal plekken in de wereld waar mensen veel meer dan op andere plekken langer leven en zich heel vitaal voelen. Op die plekken, Japan, Griekenland, Italië, Costa Rica, Californië, behalve dat daar natuurlijk wel echt vaak de zon schijnt. Ik zou zeggen, in IJsland is dat natuurlijk met de donkerte wellicht al een stuk anders. Naast het voordeel van de zon kwamen verschillende onderzoekers, niet alleen in Nederland, maar in tal van landen is hier onderzoek naar gedaan, kwamen op 4 sleutels in die blauwe zones. Goed eten, natuurlijk bewegen, waar natuurlijk Tamara zich ook heel actief voor inzet. Maar ook zingeving als derde en sociale inbedding en verbondenheid. Deze 4 kwamen uit meerdere onderzoeken. En vervolgens hebben we dus eigenlijk een aantal elementen. De inzichten net na de Tweede Wereldoorlog van dokter Antonovsky uit Israël over veerkracht. De inzichten uit die Blue Zones. Maar we hadden nog steeds een dingetje. We hadden nog steeds die oude definitie uit 1948. En inmiddels kennen we de WHO natuurlijk voor een groot deel. Zeker sinds de COVID-situatie. De World Health Organization, de organisatie die zich wereldwijd voor alle landen met gezondheid bezighoudt, die heeft in 1948 met excuus voor de grijze, oudere, witte heren hier, die heeft in 1948 met alleen maar grijze, oude, witte mannen in de zaal besloten dat de definitie van gezondheid in het Engels luidt a state of complete physical, mental en social well-being. En daarvan kun je natuurlijk je afvragen, als je last hebt van een aandoening, COPD, een terugkerende angststoornis, een kindje wellicht met eczeem of af en toe buikpijn, voel je je dan niet gezond? Nou, en met de ervaring die Machtelt Huber zelf ook had. Machtelt is opgeleid als arts, ze is onderzoeker, maar daarnaast ook ervaringsdeskundige en heeft als patiënt verschillende heftige ziektes meegemaakt. Machtelt dacht, 2008, 2009, die definitie is achterhaald. Tijd voor een nieuwe route, een nieuwe definitie. Dat is de definitie geworden die in 2011 gepubliceerd is. Gezondheid, zeggen we, is niet het complete welbevinden, maar gezondheid is het vermogen om ons aan te passen aan die uitdagingen, om regie te voeren. En die uitdagingen in het leven, die zijn sociaal, fysiek, maar kunnen ook emotioneel zijn. Want, ja, noem het op.
Of het sterfgevallen zijn, mantelzorgtaken in de familie. Of je een keer je baan verliest. Dat er met een van je kinderen iets gebeurt. Dat je een keer een scheiding hebt. Wat er ook in je leven gebeurt. Het zijn allemaal sociale, fysieke of emotionele uitdagingen. En dan is eigenlijk het vermogen, dus die weer die veerkracht, om je aan te passen en die regie te voeren, is veel belangrijker. Voordat je, hè, Tamara gaf het al aan, voordat je artsen hierin kunt trainen, voordat het allemaal is opgenomen in de geneeskunst en de mooie richtlijnen die we daarvoor hebben, zijn er natuurlijk verschillende vervolgonderzoeken nodig geweest. De symbolen aan de linkerkant kom ik zo op terug. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben in ieder geval bij heel veel mensen onderzocht. Bij patiënten, bij beleidsmakers, bij artsen, bij verpleegkundigen. Wat denk jij over gezondheid? Gezondheid is daarmee ook nooit een doel. Het is een middel om, ik heb hem even heel simpel neergezet, om lekker je ding te kunnen doen, om je leven te leiden. En dat is weer het punt van zingeving. De slides, ik zie dat de vraag voorbij komt. De slides worden zeker gedeeld na het seminar en webinar. Dus dat komt helemaal goed. Dus je hoeft geen foto's te maken of heel hard mee te schrijven. Dat is voor je eigen mentale balans een stuk minder fijn. Luister lekker en de slides komen later zeker naar jullie toe. Het resultaat van die vervolgonderzoeken was dat er 6 dimensies belangrijk zijn bevonden voor je gezondheid. Lichaamsfuncties, die kennen we. Want gebroken been, veel klachten waarmee we naar de huisarts of wellicht een keer naar het ziekenhuis gaan, die gaan over ons lichaam. Maar mentaal welbevinden, zingeving, de 4e kwaliteit van leven, het meedoen. In welke groep zit je? Waarvoor sta je op? Ben je lid van een wandelgroep? Dat zijn allemaal elementen. En ook de 6e, het dagelijks functioneren. Kun je jezelf redden thuis? Kun je je hulp vragen als dat nodig is? Al die 6 dimensies, die bleken belangrijk te zijn. Terwijl wij van nature eigenlijk altijd iets meer kijken naar de labwaarden, de lichaamsfuncties. En de scheiding eigenlijk, hè? Ons lichaam en geest, ons gevoel en onze lichamelijke functies, alle onze organen. Van nature krijgen die lichaamsfuncties natuurlijk veel meer aandacht. Nog één keer de mooie definitie in beeld. Gezondheid gaat dus over ons hele leven. En natuurlijk hebben we daar in onze eigen accenten. Daar gaan we zo ook eigenlijk ook even per persoon, gaan we er even kort naar kijken. En wat we ook merken bij het Instituut van Positieve Gezondheid, werken we met heel veel verschillende organisaties samen. Welzijn, gemeente, schoonmakenbedrijven, medisch specialisten, GGD'en, scholen niet te vergeten. Hè? De kinderen, hoe maken we onze kinderen bewust van hoe ga je om met je lijf? En hoe ga je om met, nou, hij ligt hier bij mij ook naast me, hoe gaan we om met al die prikkels op de telefoon en de social media? Het is altijd, gaat het over de eigen situatie. Die is voor een kind en voor de volwassene. Die is in de Haagse Schilderswijk of in Wassenaar echt heel anders. Maar altijd is de vraag, hoe kijk jij aan tegen je gezondheid? En wat zou jij willen veranderen? Die is cruciaal. En ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan herkennen. Want eigenlijk, de stelling die daaronder ook staat. Misschien komt het doordat ik een beetje eigenwijs ben. Misschien komt het omdat als je iets moet doen, het dan eigenlijk iets minder leuk lijkt. Als we natuurlijk vertellen wat mensen moeten doen. Groente en fruit. Niet roken. Geen wijntje. Wel echt sporten. Dan sluit je niet altijd aan bij wat ze willen. En ik ben benieuwd ook of wat jullie daarin herkennen. Hetzij als arts, als je werkzaam bent. Dus zet dat ook eventjes in de chat. Of wellicht als je zelf een zorgtraject of een behandeling hebt gehad.
Ja, ik zit hier natuurlijk mee te luisteren. Kijk, als ik kijk naar die laatste vraag, mensen doen niet wat ze moeten, maar wat ze willen. Ik zag die ooit een keer staan, inderdaad, volgens mij in een presentatie van Machteld. En toen dacht ik, ja, dit klopt zo erg. En dat maakt dus dat, wat ik straks zei, dat hele adviseren, dat mensen daar dus vaak niet op aanslaan. Kijk, en ik heb vannacht weer een nachtdienst gehad bij de post. Als mensen bij mij komen dan met een vraag. En het is wel of geen blinde darmontsteking. Ja, dan geef ik ze een advies. Dan zeg ik, nou, dit is een blinde darmontsteking. Ik zou naar de chirurg gaan. Maar dat is de acute zorg. En dat is echt, nou ja, bijna een, ja, soms echt leven of dood. Hè. Dan geef je een advies. Maar heel vaak gaat het natuurlijk om hele andere dingen. Hè. Om slaapklachten, om afvallen, om hoofdpijn, om rugklachten. Nou, noem het maar op. Al even vanuit mijn eigen domein, zeg maar, gezien. En dan denk ik ook, ja, het is zoveel interessanter. Ik krijg zoveel patiënten binnen en die zeggen, ja, ik zou eigenlijk meer moeten bewegen. En dan zeg ik, ja, maar wil je dat ook? Wil je meer bewegen? Of wil je misschien wel iets heel anders, zeg maar, zou je meer? En het is zoveel krachtiger, denk ik, als mensen het zelf doen. Ja, Liesbeth zegt, en volgens mij heeft Liesbeth ervaring met positieve gezondheid. En zij zegt terecht, het helpt altijd enorm om te vragen wat iemand als eerste stapje zou willen veranderen. Dus herhaal het. Dus, eerste kleine stapje wat je vandaag of morgen anders zou kunnen doen. En we doen vaak veel te veel stappen, dus we maken ze veel te groot. We gaan dan gezonder eten, we gaan meer bewegen, we gaan mediteren, we gaan op tijd naar bed. Ja, dat houden we 3 weken later, is daar niks meer van over. Dus dat eerste Hey, kleine één week later vind ik hem al lastig stapje. hoor, echt Oh ja, ik dacht, ik steek er positief in. Maar nee, maar dat is natuurlijk veel te veel. Je krijgt echt kortsluiting in je brein. En soms hè, op motivatie hou je hem al even een tijdje met het eerste kleine stapje wat je zou kunnen of willen veranderen. Oh ja, vanuit de POH zegt het hoeft niet groot, zou iets willen veranderen. Waar denkt u dan aan? En is dat realistisch en haalbaar? Ja, hartstikke goeie, Anneke. Even kijken. Jet zegt nog bij de definitie van gezondheid zou Wauw. ik het domein van spiritualiteit meenemen, een holistische visie. Mooi, ja. Palliatieve zorg essentieel. Zeker. Volgens mij was zingeving eerst spiritualiteit, toch? Klopt We dat? hebben een paar keer van definities gewisseld, hè? Ja. Lastig was dat wij merkten, en misschien heb jij dat niet te maken, maar spiritualiteit is voor sommigen nog een beetje te zweverig, te veel Eens. yoga of new age. Dus daarom hebben we het zingeving Ja. later genoemd. Maar eigenlijk precies, hè, het geloof. En Anne schrijft er in de chat een heel mooi verhaal over. Lymfeklierkanker en toch wijsheden opgevolgd. En toch ook, hè, de complementaire geneeskunst. De reguliere geneeskunst is mooi, maar de complementaire geneeskunst biedt dus heel veel complementaire mogelijkheden. En blijven geloven, wat Anne zegt, in het herstellend, in het zelfgenezend vermogen. Dus ik denk dat die spiritualiteit, hè, en ook, het heeft ook te maken met vertrouwen in onszelf. Spiritualiteit klinkt dan nog een beetje zweverig, maar het gaat wel om het vertrouwen in onszelf. En ja, prachtig ook het verhaal van Ans hier te lezen. Ja. Ja, Pieter zegt heel duidelijk, ik kom vooral in beweging als ik intrinsiek gemotiveerd ben. Hè? Dus als je echt gemotiveerd bent van binnen en dus niet omdat andere mensen het opleggen. Ja, en ik denk, nou ja, Marije zegt zo waar, dus ik denk dat volgens mij sla je hier de spijker ook op zijn kop. De methode. En een praktisch puntje te maken. Ik zie dat ook iemand vraagt. Ik zie geen chatberichten van anderen binnenkomen. Klopt dat? Klopt het? Zeker. Ja, en dat hebben wij, dat doen wij altijd bewust. Ja, we kunnen hem ook openzetten. Alleen dat doen we in verband met de privacy. Kijk, en sommige mensen hebben alleen de voornaam. Maar ik zie bijvoorbeeld hier een dame die ja, heeft voor- en achternaam. En wij doen dat altijd in verband met die Helemaal goed. privacy. Helemaal Dus dat goed. is heel bewust gedaan. Dus wij zien alles en wij pikken er af en toe pikken we er dan dingen uit. Ja, want je zei al heel optimistisch. Nou, we gaan kijken of we alle vragen kunnen beantwoorden. Nou, nee, Dat vond ja. ik een beetje spannend. Ja, ik zie nu al, ja, de chat ontploft. Ik ga ja, toch wel zeggen, dat gaat ons niet lukken. Dus we gaan ons Oké. uiterste best doen, zeg maar, om de komende Haalbare stapjes, ja. 35 minuten gaan wij echt zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. Maar Maar. mijn ervaring is, ja, en dit laat het ja, nu ook al wel zien, is dat dit zo erg leeft. Is dat mensen, ja, er komen meer vragen dan wij kunnen beantwoorden. En ja, nog wel een hele mooie van Marloes, die zegt je wenssituatie. En dat vind ik ook zo'n mooie wensvraag of wondervraag die ik soms wel eens in zit. Van als nou alles, hè, je wordt morgen wakker
En alles is zoals jij zou wensen. Wat zou er dan anders zijn? En vaak komen mensen dan met zo'n verrassende dingen komen ze terug. Even kijken. Oh, mooi. De relatie, dan kan je door. Ooit aan de rand van het zwembad bij zwemlessen gehoord. Ik kan het, ik wil het, ik doe het. Mooi. Mooi. Oh, wat ik ook een hele mooie vind, is dat iemand zegt, ik zou graag mijn gezondheid willen verbeteren. Maar ik ben vaak te moe en te onzeker om daadwerkelijk door te pakken. En dank je wel ook voor het delen. En ik denk dat wat je aangeeft, hè, die gezondheid willen verbeteren, maar er ligt ook een druk op. Of hè, ook als we kijken naar de plaatjes op televisie, alsof iedereen per se slank moet zijn, moet sporten en gezond moet eten. Dat is natuurlijk niet haalbaar. En wat ik ook zou aanraden, hè, inderdaad, dus probeer, dat helpt mij ook, hè, probeer 1 of 2 maatjes te vinden. Want eigenlijk natuurlijk, ieder mens is anders, maar we zijn allemaal mens. En allemaal hebben we een vorm van onzekerheid. Hè. We zijn ook groepsdieren, toch, in essentie. Je onzekerheid, die begrijp ik. We zijn ook altijd strenger voor onszelf dan van de ander. En bij moeheid, kan ik ook uit eigen ervaring spreken. Natuurlijk hebben we allemaal wel eens dat we denken, ah, oh, 's avonds, ik heb echt geen zin meer. Zeker niet in een rondje hardlopen als net het huis is opgeruimd en bij mij de kinderen bijvoorbeeld liggen te slapen. Maar we merken ook dat bij moeheid, toch het moment, hè, kies dan tussen 12 en 3, of nog net als het namiddagzonnetje schijnt, ga toch proberen dat ommetje te maken. En ook het ommetje 20 of 25 minuten rustig aan wandelen. Dat geeft al echt in de natuur en wel een optimalisatie. Dus ook al ben je moe en onzeker en vind je het lastig om te beginnen. Ieder klein stapje, iedere kleine wandeling, die is er ook 1. En onthoud, iedereen is ook in wezen onzeker. En dat is ook, denk ik, waarom we elkaar en het echte gesprek en de openheid ook daar heel erg over nodig hebben. Als laatste, vorige week gaf ik een presentatie voor medewerkers van Winkloof. Dat is een bedrijf voor probiotica. En toen zei ik van, goh, we hebben allemaal zo'n, die twee zagrijnige muppets, Waldorf en Stetson, zeg maar. En die een hele tijd commentaar aan het leveren. En de helft van de zaal die knikt meteen van, ah, oh, ja, die. En de andere helft keek me een beetje glazig aan, tot een redelijk jong publiek. Ze hadden nog nooit van de Muppets gehoord. Maar voor de mensen die wel van de Muppets hebben gehoord of niet, dat waren het even die hele zagrijnige poppetjes. En die gaven de hele dag commentaar op wat er niet goed ging. En die poppetjes hebben wij ook. In ons. En die hebben al, die zeggen zelf, goh, nou, dit heb je goed gedaan. Nee, jeetje, wat zie je er goed uit. Maar het is altijd wat er niet goed gaat. Ja. Ik ga jou even, want je bent ongeveer op de helft. Dus ik ga jou even vragen om verder te gaan. Ja. Zodat wij in ieder geval nog genoeg tijd hebben voor de rest. Doen we. Ja, er zijn zoveel mooie opmerkingen ook in de chat. Hè, net zoals iemand, hè? Iemand corrigeert hier terecht. Wat zou je willen veranderen? Legt al misschien een lat. Je kunt ook vragen, waar word je blij van? Of waar wil je je aandacht op richten? Dus dat zag ik net binnenkomen in de chat en vind ik ook een hele mooie. Het spinnenweb van positieve gezondheid. Dit is uiteindelijk de versie waarmee wij, 2.0 versie, waarmee we nu met veel zorgprofessionals en anderen, met veel mensen, werken. We nemen ze toch kort heel eventjes door. De bekendste is dus de lichaamsfuncties. Dat gaat over fitheid, lichamelijke klachten of pijn, maar ook eten, seksualiteit, conditie en het bewegen. Natuurlijk, hè, ook zeker dat eten, er is gewoon heel veel aandacht voor van verschillende winkels. Dat ligt eigenlijk voor het oprapen. Niet altijd de gemakkelijke keuze, ook de ongezonde keuze. Het mentaal welbevinden. We hebben daar ook gelukkig steeds meer aandacht voor gezien. Ook zeker naar de COVID-situatie. Dat gaat ook over, hè, de onzekerheid waar we net bij stilstonden. Kun je jezelf accepteren? Hoe ga je om met verandering? Kun je je concentreren? Maar ook een gevoel van controle. Controleren, maar ook kun je loslaten. De derde, zingeving. Die gaat eigenlijk het vertrouwen wat we hebben in het leven. Zie je hoopvol uit, ook naar de toekomst. En ook aangetoond uit onderzoeken, die vind ik echt prachtig. En ik probeer hem ook af en toe thuis te oefenen. Lukt niet altijd. Wat is je top 3 waar je vandaag
blij en dankbaar van werd. Het zonnetje, een mooi gesprek, het kopje koffie, een bijzonder dier wat je zag. Die dankbaarheid. Net zoals blijven leren, een hele belangrijke. Onderaan staat kwaliteit van leven. Dat is eigenlijk ook een hele algemene. Ook met hoe woon je? Letterlijk, ons lijf is natuurlijk eigenlijk waarin wij als mens, zeg maar, zijn. Maar natuurlijk ook je huis. Maar ook je financiële omgeving. We weten natuurlijk helaas dat het voor mensen, als je natuurlijk continu zorgen hebt over je inkomsten, of je wel of geen voldoende boodschappen kan halen voor je, of kleertjes voor de kinderen, dan is dat gewoon een zorg die zwaarder drukt. En dan is dat ook een van de eerste dingen waar aandacht aan besteed moet worden. Maar ook kun je genieten en gelukkig zijn, ook van die kleine dingen. Het meedoen zit in de sociale contacten. Kun je om steun vragen van anderen als je dat nodig hebt? En denk je dat de dingen die je doet, dat je zinvolle dingen doet? Word je wakker en denk je, oh ja, ik hoor ergens bij. Bij mijn sportclub, bij mijn collega's, bij mijn familie. Dat kunnen heel veel verschillende vormen zijn. De laatste is heel praktisch het dagelijks functioneren. De dieren, ik zie de dieren binnenkomen. Dat vind ik een hele mooie. Ik mis de dieren, zegt iemand. Ik denk zeker dat dat voor de sociale contacten, dat een hond voor sommige mensen net zo fijn is als misschien iemand thuis. Ik vind die dieren, die zag even voorbij komen. Heel grappig. Mijn dochter staat hier. Dat is een hele mooie. Bizar, toe. Ja, we hebben twee ratjes en we hebben een hondje, een tackle. Dus mijn dochter staat zich hier om te kleden. Die zegt, mama, kan jij even het ratje vasthouden? Dus helemaal mee eens. En ik denk, ja, de ratjes, ja, schat hem uit. En deze hier natuurlijk. En dus ik denk, die ratjes zijn op zich wel leuk en wel gezellig. Ja. Maar ik merk hoeveel... Het is wel grappig dat precies de ratjes tegelijkertijd komen met de opmerking in dit chat over ik mis de dieren. Net, ze komt net binnen, dus ik dacht, ik vond het heel grappig om het te laten gaan. Maar als ik kijk hoeveel genot wij hadden gewoon uit de hond hiervoor. Zeg maar, we hebben 20 jaar een kat gehad. Hoe fijn dat was. Dus het kan je veel brengen. Het moet wel een bewuste keuze zijn, want je kiest niet voor een jaartje, maar echt voor 15 tot 20 jaar. Maar het kan enorm veel brengen. Mooi. Mooi om dat ook van jou zo te horen. We waren bij de laatste, bij dagelijks functioneren. Kennis van gezondheid. Weet je gewoon wat je moet doen? Kun je het doen? Als je een instantie nodig hebt, weet je hoe je een brief kan schrijven of een e-mail kan maken naar een organisatie. En wat ik zelf ook een hele mooie en belangrijke vind, ik ben ook benieuwd hoe jullie dat zien, is herken je je grenzen? En als we kijken naar grenzen, dan kan je die natuurlijk op meerdere manieren opvatten. In het kader van nieuws een aantal maanden inmiddels geleden, kun je je grenzen aangeven als vrouw? Kun je je grenzen met de schermpjestijd? Blijf je niet uren en uren achter de beeldschermen hangen? Ken je je grenzen om bijvoorbeeld hoe hard je hoeft te werken? We zien natuurlijk ook dat werken en elkaar helpen, kom ik zo nog even op, wordt beloond. Maar hoe belangrijk is het ook om daar onze eigen grenzen in te kennen? Het invullen van de vragenlijst van het spinnenweb. Die link gaan we naar jullie toesturen. Dat kost ongeveer 1 minuut of 10. Dat is niet heel lang. Is ook niet heel kort. Het vraagt even de eerlijke tijd om rustig te gaan zitten. En het spinnenweb, ik doe hem zelf ook. Laat hem zo zien. Om het even in te vullen. 10 minuten vonden we voor nu net wat te lang om 10 minuten stil te zijn en hem in te vullen. Maar we sturen de link ook mee. En wat wij altijd ook eens zeggen bij het invullen, wees eerlijk, ook naar jezelf. Ook als je hem invult en je met je collega's zit als arts. Ook als je hem invult en je gaat daarna met de resultaten met iemand in gesprek. Het eerlijk invullen, het eigenlijk ook niet mooier voordoen dan de werkelijkheid is, die is heel belangrijk. En dat is ook wat ik natuurlijk zelf ook heel fijn vind om te delen. Want natuurlijk, hier rechts zien jullie de tijdsas van de dag gemiddeld staan. En zie je eigenlijk de fluctuaties ook in mijn bloedsuiker. Die golven van de zee, zeg ik altijd. Wij wonen dan vlak bij op fietsafstand van Noordwijk. De zee,
heeft de golven, eb en vloed, ups en downs. En van de zee accepteren we, is het heel normaal. Maar we leven ook in een tijd waarin social media of de vraag alles goed, bijna altijd wel voelt alsof die met een ja beantwoord moet worden. Die openheid en die fluctuaties merken wij dat het ook heel prettig is. Merk ik zelf ook dat het prettig is om gewoon te kunnen zeggen, nou nee, nu gaat het even niet goed. Want ik heb een zieke dochter thuis, ik heb heel veel werk en het is eigenlijk gewoon eventjes deze dagen te veel. Want dat kan gewoon een momentopname zijn. Ik heb zelf ook voor mijn diabetes type 1, dan ben je natuurlijk eigenlijk de stempel chronisch ziek. Nou, als er één ding is waarin ik mij niet heb herkend, ook altijd een beetje tegen heb verzet, is het chronisch ziek label. Want ik voel me niet ziek, ik spuit insuline en ik heb hier de sensor, je ziet hem hier toevallig doorheen, in mijn arm. Techniek helpt. En er is heel veel mogelijk. Is het glas half vol of is hij half leeg? Die sensor helpt, maar ik mag ook gewoon moe zijn. En dat heb ik wel moeten leren. Eerst zei ik nog wel eens, ja, ik ben moe, maar dat komt, ik heb net een slechte bloedsuiker gehad. Totdat een hele opmerkzame dame een keer tegen mij zei, mag jij ook moe zijn van jezelf als je bloedsuiker oké is? Mag je moe zijn van jezelf? Mag het even niet goed gaan? Kun je daar eerlijk over zijn naar jezelf? Mag je dat tegen een ander zeggen? Voor mij voelde dat ook heel erg als, ja, misschien klaag ik dan wel. Of gezellig doen, het glas is half vol. En dus ik heb zelf ook echt moeten leren dat het dus ook fijn is om te delen. Ja, jeetje Mina, ik heb gebroken nachten gehad. Het is gewoon even, of zonder reden. Nou, nee. Maakt niet uit, wel of geen gebroken nachten, wel of geen winter, wel of niet ziek. Ik voel me gewoon nu niet optimaal. En dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen, dat is denk ik een hele belangrijke. Zeker in de tijd. Dit is gelukkig niet mijn to-do list, maar we kennen het allemaal. Te veel to-do's. Zeker ook bij zorgprofessionals merken wij in de bijscholingen en in de cursussen dat het de eerste zijn die de mantelzorgtaken overnemen in de familie. Misschien herken je jezelf daarin. Dat je eigenlijk denkt, ik ben al druk genoeg met mijn baan, maar ik ben ook zorgprofessional. Maar toch ook neem ik eigenlijk als eerste, als vanzelfsprekend, die mantelzorgtaken over. En die to-do-list zit natuurlijk heel erg ook in ons hoofd. Ik kom straks ook erbij, hoe kan je dat dan anders doen? Maar nog even terug, wat ik ervaar met het invullen van mijn spinnenweb. Je ziet hierbij ook dat het nog wel eens varieert. Maar ik zie eigenlijk altijd dat bij mij de dagelijks functioneren, die zingeving, die zijn altijd redelijk steady. Bij mijn lichaamsfuncties, soms last van mijn rug en soms wat vermoeider, daar varieert die meer. En dat heeft bij mij bijvoorbeeld op die kwaliteit van leven, samen met die to-do-lijst, je moet zoveel, je wilt zoveel, heeft dat een invloed. En het heeft ook voor mij wel ervoor gezorgd dat ik de van en de naar soms anders ben gaan doen. Nou, hier staan ze nog even op een rij. Hè? Ik voel me echt geen patiënt. Ik vind het dus ook altijd heel mooi om over de mens te spreken. En inderdaad, iemand geeft het aan in de chat, ook leuke dingen kunnen veel te veel zijn. Dus we moeten leren keuzes maken. En iemand geeft aan, Pieter, heel mooi, mijn lichaam leert mij waar mijn grenzen liggen. En ik heb het gezegde niet in de presentatie opgenomen, maar er is een gebouw hier vlakbij en daar staat op de wand van een zorgprofessional geschreven, als je lichaam fluistert en je luistert niet, en je luistert niet naar het fluisteren van je lichaam, dan gaat het schreeuwen. Nou, vind ik zo'n treffende. Dus we moeten de subtiele signalen van ons lichaam leren verstaan. Niet altijd makkelijk, maar wel heel belangrijk. Maar ook die schuldgevoel vond ik een hele belangrijke. Je voelt je dan even rust nemen. Ik voelde me daar wel eens schuldig over. En dan denk je, ja, dat hoeft helemaal niet. Dat kunnen echt mensen tegen je zeggen. Maar het duurt ook even voordat je soms je eigen patronen en je overtuigingen kunt loslaten.
En, dat heb ik ook moeten leren, kun je je dus zelf, je eigen welzijn, kun je die op je to-do-lijst zetten. Boven je werk, boven je kinderen. Want eigenlijk gaat jouw welzijn, die gaat voor. Zonder jouw welzijn gaat ook het met de kinderen en je baan en je gezin slechter. Dit is een heel mooi muzieknummer. En het is eigenlijk weer de zee. Ik heb hem zojuist al eventjes genoemd. It comes and goes in waves. En dat is helemaal oké. Want het gaat met ups en downs. En dat is denk ik ook van positieve gezondheid hebben wij heel erg gezegd. Het model is belangrijk. Niet als een goed of fout. Niet score je een 6 of een 8. Maar om de variabelen te zien. Het is altijd een subjectieve waarneming. Dus bij de ene is een 6 of een 7 voelt eigenlijk heel oké. Maar bij de ander is dat eigenlijk niet in balans. Dus we proberen altijd heel erg het andere gesprek daarover aan te gaan. Het is dus echt een gespreksinstrument. We hebben de tool inmiddels ook. Ik ga later nog weer terug. Deze wilde ik eerst eventjes doen. We hebben de tool met het Prinses Maxima Medisch Centrum voor kinderen doorontwikkeld. We hebben hem met scholen doorontwikkeld. Docenten die zeiden, ja, maar dit is waar eigenlijk pubers ook heel veel behoefte aan hebben. En wat iemand ook in de chat nu heel mooi schrijft, hè? Acceptatie soms ook dat je batterij minder vol is. Minder vol dan. Je batterij kan in de winter minder vol zijn dan in de zomer. Misschien is je batterij gewoon altijd net iets minder gevuld. Of moet die wat vaker aan de oplader dan die van je buurvrouw. Die verschillende tools voor volwassenen, voor kinderen, voor jongeren. Maar we hebben hem ook eenvoudig gemaakt. En zeker als je wellicht zelf werkt als praktijkondersteuner in welzijn. En wij merken hem ook regelmatig in zeker de buurten waarin niet iedereen heel goed Nederlands spreekt. Je moet hem dan gewoon heel simpel houden. Voordat we naar de vraag en het gesprek gaan, hier nog een paar punten. De van en de naar die mij hebben geholpen tot slot. Er zijn er ook al een aantal in de chat voorbij gekomen. Keuzes maken. We hebben een maatschappij waarin hulp geven wordt gewaardeerd, maar kan je ook dingen ontvangen? Vond ik zelf echt een aandachtspunt. Dat hoofd, iemand zei het net al, hè? We moeten het niet bedenken. Je gevoel, je hart, je onderbuikgevoel, dus echt die shift van hoofd naar hart maken. Het moeten, we moeten zoveel van onszelf, het huis moet opgeruimd zijn. De was moet gedaan worden, je hoort me zuchten bij de was, echt mijn minst favoriete taak. Het netjes opvouwen, het netjes opruimen. En dat is dus goed om af en toe gewoon aan iemand anders te vragen. Maar wat moeten we van onszelf en moet dat echt nu? Kan het later? Kan het even blijven liggen? Wat wil je? En mijn ervaring is ook, als je dus de combinatie maakt, dan kun je ook zelf je eigen balans veel meer houden. En als ik zorg dat ik ook iets iedere dag even voor mezelf doe. Ik kan bijvoorbeeld heel erg genieten van verse bloemen in de vaas zetten. Als ik dat doe, ja, dan weet ik dat ik het daarna ook prima vind om wat andere klusjes te doen waar ik misschien minder zin in heb. En de laatste twee, wantrouwen, hè? Het vertrouwen in onszelf. Ons nog meer vertrouwen. Meer vertrouwen op je gevoel. Meer vertrouwen op je lichaam. Meer vertrouwen op de hulp van een ander. En van versnellen naar vertragen. De tools hadden we al gehad. Natuurlijk zijn er ook, heel mooi, steeds meer digitale middelen. Die zijn gratis voor iedereen toegankelijk. Met alle GGD'en in Nederland werken wij samen. En hebben we ook afgesproken, al die apps die we tegenwoordig allemaal kunnen gebruiken, kunnen we die ook volgens de dimensies rangschikken. Dus eigenlijk heel eenvoudig, wat kun je doen als je aan een van die elementen wilt werken? Soms is het gewoon dat ommetje gaan maken en aan de buurvrouw of aan een vriendin vragen, hé, ik vind het een beetje lastig om 's avonds te gaan wandelen. Zullen we af en toe samen gaan wandelen? Klein stokje achter de deur, heb jij er ook zin in? Heeft mij enorm geholpen om 's avonds toch gewoon lekker nog even in beweging te komen.
dit was eigenlijk Tamara. En voor alle kijkers natuurlijk heel erg de informatie die ik met jullie wilde delen. En ja, leuk om denk ik het kwartier in ieder geval nog even op vragen, reacties in de chat in te gaan. Zeker, zeker. Er komt zo meteen ook nog, ik zal hem gelijk eventjes erin zetten. Ook nog één presentatie, heel kort hoor, eventjes een paar slides van mij. Want ik wil natuurlijk wel nog eventjes laten weten van, goh, hoe zat het nou met ons online leefstijlprogramma? Hè? Want ja, we hadden een kort onderzoek hadden we gedaan met een masterstudent van de VU. Van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met ongeveer 40 patiënten. En die ja, op een paar momenten lieten we mensen het spinnenweb invullen. En toen zagen we een enorme verbetering. Toen dachten we, jeetje, dit is interessant. Laten we eens kijken of dat voor meer mensen geldt. Nou, misschien is het wel mooi om die gelijk even te bespreken. Dan kunnen we daarna op de vragen ingaan. Nou, mensen die mij kennen, die weten dit natuurlijk. Hè? Dus mijn missie is Nederland gezonder maken. En ja, zowel fysiek gezonder als ook echt mentaal gezonder. En vooral dat laatste zit ik de laatste paar jaar veel meer op. Nou, nog even heel kort was het online leefstijlprogramma. Dat hebben we nu bijna 2 jaar geleden gemaakt. Mijn collega Marloes Collins en ik. Dus 10 weken lang krijgen mensen hele korte modules toegestuurd. Met onder andere dus veel meer informatie over voeding, beweging, ontspanning, slaap. Zingeving, gedragsverandering. Daar zitten kennisquizzen zitten erin. Er zitten recepten, weekmenu's zitten erin. We hebben een online spreekuur, community. We hebben dus ja, elke maand hebben we kenniswebinars. Dus met verschillende experts. En mensen hebben een jaar lang toegang. Nou, wat we hebben gedaan is, dus ik zag, dat is wel leuk, want deze vond ik op internet. Maar ik zag dat eindelijk seksualiteit en intimiteit erbij staan. Supergoed, want daar kreeg ik toch vaak veel vragen ook over, van hé, die mis ik nu. Dus ik en ik denk ook echt, hè, want we denken dan natuurlijk altijd gelijk aan echt, bij wijze van spreken, de seksuele, maar ook als je kijkt naar de klachten rondom menstruatie bij meisjes, bij de hormonale wisselingen die er kunnen zijn, hè, hoeveel last dames kunnen hebben ook van de overgang. Zeker. Ja, de seksualiteit, zowel voor mannen als vrouwen, is het denk ik iets waar toch langzamerhand ook nog steeds meer het taboe van afgaat. Mm-hmm. En dus de alles wat daarmee samenhangt, hè, van incontinentie of urineverlies. Ja. Het zijn allemaal heel erg, denk ik, de thema's die ook gewoon zo'n impact kunnen hebben voor mensen. Dus supermooi inderdaad dat we daar ook in deze tijd veel meer openheid over hebben. Ja, zeker. Ik heb vorige week had ik een nascholing, een 3-daagse huisartsen nascholing. En toen ging het ook aan een uroloog, had een praatje over erectiestoornissen. En hoe vaak dat voorkwam en hoe vaak je ook de link ziet met bijvoorbeeld hoge bloeddruk, diabetes, psychische klachten. Dus, en dat is iets waar we het bijna nooit over hebben, over seksualiteit, over intimiteit. Dus dat was voor mij wel een enorme eye-opener om dit dus echt vaak ook met mensen ook zelf te bespreken. Hè? Want mensen kunnen toch ja, best wel een drempel ervaren om dit te bespreken. Nou, wij dus ook, want we hebben ook niet heel goed geleerd om dit te doen. Maar het was in ieder geval voor mij een voornemen om dit echt veel vaker gewoon te bespreken. Want het is natuurlijk iets zo natuurlijk, hè? Want het gaat veel verder inderdaad dan wat je zegt. Hè? Van hoe vaak per week heb je echt seks? En wat is seks dan? Wat is dan seks? Hè? Is dat penetratie? Is dat iets anders? Is gewoon elkaar vasthouden, knuffelen? Nou ja, noem het maar op. Gaan we later overigens nog een heel leuke webinar over geven. Maar ik denk dat het zo goed is dat dit gewoon, dat hier meer over gesproken wordt. Maar we hebben het in ieder geval op een paar verschillende momenten hebben het gemeten. Ja, en dan zie je dus dat die waarden gaan dus steeds omhoog. Hè? Dus mensen geven zelf een waarde. En er is gekozen dus voor het getallensysteem. Dat is, ja, dat is wat we kennen. Dus welk getal geef jij jouw zingeving, kwaliteit van leven, en noem het maar op dat moment. Ja, en dan zie je dat alles verbetert gedurende de tijd. En dit waren dus om en nabij 900 mensen per keer, zeg maar, per vragenlijst. Nou, en als je keek dan zeg maar voor en na deelname, dus een jaar na deelname, dan moet ik wel heel, ik zeg dat een jaar na deelname echt een hele kleine groep was, hè, dus dan heb je over een paar handjes vol mensen, dan zag je dus dat het nog steeds verbeterd was. En dat vind ik wel echt een heel groot unicum, omdat we vaak En voor mijn beeld, Tamara, zijn het allemaal mensen van verschillende leeftijden die hier aan meedoen? Ja, zeker. Alleen zie je wel dat het grootste deel van de mensen was vrouw. Dus ik weet dat ongeveer ja, zo tussen de 90 en 95%
van de deelnemers is een vrouw. En met name leeftijd tussen de 35 en de 70. Dus dat is het grootste. Ja, ja, dat is eigenlijk de grootste groep is dat. Oké. Ja, dus ook hier, dus ook hierbij zie je dat die waarden gewoon stijgen. Dus wat het leuke is, dat veel mensen doen het om bijvoorbeeld alleen maar om beter te slapen, om fitter te worden. Weinig mensen doen het om te denken van, nou, ik ben eigenlijk best wel eenzaam of ik ervaar weinig zingeving. Maar je ziet dus dat ook die gebieden gaan gewoon mee. Dus daar zijn we ook heel erg trots op. Nou, wat het leuke is, wij willen dit ook dus gewoon, ja, wij willen dat de financiën gewoon voor mensen geen issue mag zijn. Dus het programma is normaal gesproken €99. Wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk. Even afhankelijk van welke verzekering je hebt, gaat niet van het eigen risico af. Maar wij willen iedereen die meedoet aan dit, die zich in heeft geschreven voor dit webinar, krijgt een link en die krijg je ook straks teruggestuurd, dat je 100% geld teruggarantie van ons krijgt. Dus ofwel je verzekering vergoedt het, ofwel wij vergoeden het helemaal. En je krijgt ook nog een gratis leefstijlpakket, onder andere met een van mijn kookboeken erin, een weerstandsband voor krachtoefeningen, een mooie raamsticker, zeg maar ter inspiratie. Dus dat krijg je allemaal toegestuurd. Dus nogmaals, hier krijg je dus na afloop krijg je hier allemaal linken toegestuurd. Meestal is die een dag later. En Marloes, mijn collega, moet het allemaal even editen. En dan krijg je alles gewoon toegestuurd. Is wel echt bijzonder, want wij zien natuurlijk in de wereld van gezondheid dat er natuurlijk heel veel programma's zijn, super duur, die eigenlijk niet te betalen zijn voor mensen. Ja. Te hoge ambities, wat niet vol te houden is. En ik denk dat juist die toegankelijkheid, waar jij natuurlijk ook als arts krijg je ook iedereen natuurlijk voor. Je wilt iedereen dezelfde hulp kunnen bieden. Ik vind dat een hele mooie dat jullie dat ook zo voor iedereen eigenlijk heel toegankelijk maken. Nou ja, dat is ook de reden dat wij, en daar heeft mijn collega Marloes ook een heel groot aandeel in, is dat wij zo gekeken van dat het vanuit de verzekering vergoed werd. Ik denk dat dat echt uniek is. Ja, we hadden hier makkelijk een paar €100 voor kunnen vragen, maar dat wilden we per definitie niet. Hè. Dus we wilden ook voor iedereen op kleine beurs dat het gewoon toegankelijk was. Dus niet vanuit aanvullende risico. Dus ja, er zijn nu geen drempels. En wat ik soms het vervelende vind, en vaak bloggers of vloggers die een programma hebben of een boek hebben, is dat het zo wordt gebracht, hè? 10 kilo in 10 weken, of je zult dit of dat. Ja, dat zou je maar nooit horen zeggen. Dus ik ben veel genuanceerder dan wat. Want als het dus niet lukt, zullen ze nooit zeggen, bijna mensen nooit zeggen, nou ja, mijn programma was ook echt heel slecht. Maar dan gaan die muppets, gaan we zeggen, ja, zie je nou wel, sukkel, ben je het weer niet gelukt. Met je andere mensen lukt het wel, jij kunt het niet. Ik denk, als we juist ook kijken naar het gedachtegoed, de brede blik op gezondheid, dan gaat het soms ook niet eens om hoeveel kilo. Hè? Het gaat om dat je lekker kunt bewegen, dat je je fijn in je vel voelt. Precies. Het is denk ik, als je er natuurlijk zoveel voor moet laten, voor een bepaald gewicht of zoveel voor moet doen, staat dat niet in verhouding. Precies. Zullen we? Ik heb een paar vragen die ik nog superleuk vind om te behandelen. Ja, zeker. Want ik zag inderdaad een paar opmerkingen die als eerste. Hè, mild zijn, gaf iemand aan. Mild zijn in je eigen taal gebruikt. Dus die eigen stemmetjes. We zijn er altijd streng. Het mild zijn een hele belangrijke. Net zoals iemand zei, het woord moeten uit je eigen woordenboek halen. Die twee vond ik heel mooi. Er vroeg iemand aan het begin eigenlijk al van het webinar naar de definitie, een hele specifieke vraag, naar de WHO-definitie van One Health. Dat is een nieuwe definitie. En die vroeg, hoe kijken we aan? Voor degenen die de definitie van One Health niet kennen, lees ik hem heel even kort voor. One Health is an approach that aims to sustainable, balance and optimize the health of people, animals and ecosystems. Dan komt er nog een hele bubs achteraan. Maar wat ik er heel mooi aan vind, is natuurlijk eigenlijk als we rekening houden met onze gezondheid, dat je ook rekening houdt met de gezondheid van de dieren. Wat voor vlees koop je wel of niet? Hoe hebben de dieren geleefd? Welke antibiotica-stoffen zijn er wel of niet in bepaalde vleessoorten gegaan? Welke gifstoffen zijn er misschien wel of niet in bepaald eten gegaan? Maar ook, hè, met die gifstoffen hou je ook echt rekening met de gezondheid van de aarde. Dus hè, ecosystems, natuur. Ik vind die One Health definitie van de WHO heel erg mooi. Omdat ik echt denk, en corona heeft dat ons meer dan ooit laten zien, dat alles met elkaar verband heeft. En dat, dat. Ik merkte ook dat er twee hele specifieke vragen waren. Is er ook een tool voor
Een gepensioneerde met lichamelijke ongemakken, vroeg iemand. Ik dacht, nou, dat is een interessante. Want hè, gepensioneerd, ja, wellicht ben je nog wel gewoon lekker actief. Oh, los van de leeftijd, met lichamelijke ongemakken, is het denk ik allereerst altijd even kijken, wat is het medisch oordeel daarover? En daarna kijken, oké, wat kun je? Hè? Ik weet natuurlijk niet welk medisch ongemak het is en daar gaan we niet om in. Maar of je gepensioneerd bent, jong of oud, kijk naar wat je wel kunt. Kijk wat je met wandelen, zwemmen, wat je kunt doen. En hoe je met je voeding, je leefstijl een en ander kunt aanpassen. Dus is er een aparte tool voor gepensioneerden met lichamelijke ongemakken? Nee, zeker niet. Want eigenlijk wat er voor mij werkt, hoop ik, werkt ook net voor een groot deel voor de gepensioneerden. Het spinnenweb voor mensen die blind zijn invullen. Daarvoor moet ik zeggen dat ik... En dat is Paulien die vraag stelt. Paulien, stuur alsjeblieft ook naar de hand deze vraag nog even ook toe. Of laat me even je contactgegevens weten. Want dat ga ik even voor je uitzoeken. We hebben verschillende gehandicaptenzorginstellingen die ervaring hebben opgedaan. Maar ik durf niet te zeggen of dit ook met blinde mensen is gebeurd al. Had jij nog ook punten uit de chat, Tamara, waarvan je denkt, hey... Ja, ik ben al een heleboel ben ik aan het proberen om direct ook. Er waren sommige wat redelijk specifieke vragen. Dus die ben ik al proberen privé ook te behandelen. Ja, multitask gewoon, dat multitask, doe je ook even. Ja, zeker. En ik probeer dan nog met één oor naar jou te luisteren. Ja, ik blijf gewoon mooi aanzegd. Volgens mij heb jij net ook al gezegd, maar leren om nee te zeggen. Dan is een echte ja veel waardevoller. Ik denk dat daar echt... Dat is ook wel een beetje een vrouwending om maar overal ja op te zeggen. Ja, dat doe ik wel. Ja, oké, dat regel ik wel. En eigenlijk, ja, bij meer dan de helft van de ja's die we zeggen, voelen we een nee, maar zijn we toch bang om afgewezen te worden door de anderen en zeggen we alsnog ja. Dus ja. Ja, en dat is eigenlijk ook weer die onzekerheid, hè, wat aan het begin van het webinar ook naar voren kwam. Hè? Wat als? Ja, ja. En wat als je nee zegt? Ja, mijn ervaring is, dan begrijpt iedereen dat. Vinden ze het ook fijn dat je het eerlijk bent? Zeggen ze, oh ja, ik heb ook wel eens weken dat ik eigenlijk dat me even niet lukt. Ja, je hoeft en dan niet is het eigenlijk ook voor iedereen te zorgen. Nee, en dan nog afkomen van je eigen schuldgevoel. Ik weet niet of je dat herkent als moeder met een drukke baan en kinderen, dat je ook dan denkt, oké, als de ander het oké vindt, kan ik dan ook oké zijn dat ik zelf dus gewoon een weekend lekker wegga. Zonder iets nuttigs te hoeven doen. Dus die eigen overtuigingen en patronen, ja, die vind ik zelf ook altijd heel waardevol om daar wat meer aandacht aan te besteden. Ja, ik kan je zeggen, vorige week had ik dus nascholing en toen werd mijn kind dus ziek. Ik kreeg griep, dus koorts, niet lekker en het is mijn jongste dochter. Dat is een continue strijd geweest van wat ga ik nu doen? Eigenlijk vond ze het dus heel prima met papa en was er helemaal niet zo heel veel aan de hand. Maar mijn eigen... Dus ik gun mezelf echt dan wel dat weekendje weg of zo. Maar ja, toen was ze ziek. Ze zijn bijna nooit ziek. Dan denk ik, oh... Maar goed, het is allemaal echt helemaal prima. Voor mijn, ja, mijn schuldgevoel was veel groter dan haar gemis naar mij toe. Ja, Ineke zegt, model geschikt voor mensen met een lage 6. Daar hebben jullie volgens mij een aparte... Klopt. Maar ook, ja, ik vind, maar ook weer blokjes daarvoor, toch? Of niet? Klopt, ja. Ze zitten hier nog in mijn rugtas die hier naast bij de keukentafel staat. We hebben inderdaad gewoon eigenlijk ook notitieblokjes. Omdat je soms... we hebben dus op mijnpositievegezondheid.nl kun je gewoon je eigen spinnenweb invullen. Ook zeggen, hè? Je kan ook ouderen weer laden. Dus dat vind ik zelf altijd heel fijn. Dat ik even kan terugkijken. Hoe was het vorig jaar in de lente bijvoorbeeld? Seizoenen, hè? Niet te vergeten, seizoenen hebben ook echt een effect. Hoe hier iedereen nu weer toe is aan dat lekkere voorjaarszonnetje. Ja, de lage 6, dat vind ik altijd een vervelend woord. Want het zijn gewoon mensen inderdaad ook met veerkracht, maar wel met andere omstandigheden. Maar als je te maken hebt met een ander leesniveau, ander opleidingsniveau, dan is de simpele taal. Dus dan raden we eigenlijk de eenvoudige tool aan. Ja. En met de eenvoudige tool is het gewoon heel haalbaar. Om gewoon in kleine stapjes, echt zijn het niet te ingewikkelde vragen, geen moeilijke woorden. Marloes heeft nog allerlei linkjes in de chat gezet. En ik wil even nog Bob. Bob zegt, als senior van 77 ben ik nog heel actief. 2 weken geleden nog een wedstrijdje gezwommen, 2 kilometer binnen het uur gezwommen, met applaus binnengehaald. Het kan, blijven oefenen. Nou, ik had daar ook luid klappend aan de zijkant gestaan, Bob. Ja, soms zie ik dat wel eens echt met mensen van 60.
Van ja, goh, ik had eigenlijk dit willen doen. Hè? Of ik had eigenlijk laatst kwam ik een man tegen die zegt: ja, goh, ik had altijd al geschiedenis willen studeren. En die was 60. Ga wat doen. Houd je tegen? Ja, wat houd je tegen? Ja, ga het doen. Of een muziekinstrument. En we weten ook, dus ja. Zeker voor senioren, nieuwe dingen leren houdt je brein echt scherper. Geeft minder kans op dementie. En dus een nieuwe taal. Ik ben nu zelf bezig bijvoorbeeld met de Duolingo en ben ik Italiaans aan het leren. Maar ook een instrument, een hobby, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En ooit van een internist hoorde ik rust roest. En dat vond ik wel een hele, hele mooie. Ja. Ik wil richting afronding gaan. Nou, volgens mij dat nee zeggen, daar krijg ik allerlei, daar reageert iedereen op. Hè. Dus nee zeggen tegen de anderen is ja zeggen tegen jezelf. Helemaal mee eens. En nou, we hebben het al vaker gezegd, hè, zelfzorg is echt geen egoïsme. Dat is broodnodig. Dus kijk, wat heb ik nodig? Wat vind ik belangrijk? Want je kan alleen maar goed voor de ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Want anders dan kiep je om. En Marga, volgens mij heeft zij al eerder de vraag gesteld. Ze zegt, ik zou graag in contact komen met mensen die al ervaring hebben met het toepassen van positieve gezondheid bij mensen met een beperking. Ja. Ja? Wat ook een goede is, is dat om nog heel even kort te noemen. En wellicht kan Marloes hem ook later in de chat zetten. Er is op één sociaal domein. Is er een heel interactieve community. En daar kun je eigenlijk, het is heel simpel, aanmelden. Je kunt daar gewoon de vraag stellen. En we hebben daar een channel. Ik ben zelf even niet heel goed in de nummers en de aantallen, maar er zijn honderden mensen daarop actief. En dus als je je vraag daarop stelt, wat het grappige is, letterlijk is er soms vanuit Zeeland een vraag en is er iemand in Groningen die heeft natuurlijk ook. Ja. Met als een verpleegkundige of in de wijk, heeft daar ervaring mee. Dus, welke vraag het ook is, over positieve gezondheid, op één sociaal domein en het channel hebben we dat ook gecreëerd. Omdat eigenlijk, dat is het voordeel ook van deze technologie, wij hoeven niet die vragen te beantwoorden. Wij merken dat regio's en mensen elkaar willen helpen. Dus de link van het channel op één sociaal domein zullen we ook toevoegen. Want dat is echt heel makkelijk om daar je vragen en antwoorden ook op te kunnen stellen. Juist aan de mensen die ook het gewoon doen. En dat vind ik ook, hè, learning by doing. Jij en ik, wij proberen ook ons gezond te houden en wij leren ook nog steeds. Dus dat weten. En niemand weet het helemaal, maar het is ook gaandeweg leren. Ik vind het een prachtige afsluiting. Je maakt hem helemaal rond, volgens mij, Karen. Echt super mooi. Afsluiting? Ik ga afsluiten inderdaad. Ja. Ja, het andere randje. Ja. Lieverd, even, er komt nog 5 minuten. Nee. Ik laat er nog gewoon even gezellig bij zijn. Misschien blijf er gewoon even bij. Het is oké. Okay. En lekker zwaaien, want dat is. Ik wou net zeggen, kom dan even staan ook zo. Dit is mijn oudste dochter met het andere randje. Hoe heet deze rood? TikTok. Ja, TikTok. En hoe heet jij? Heel veel mensen zijn. Sommige mensen zullen het heel schattig vinden. En andere mensen zijn echt aan het gruwelen. Er loopt een rat over de schouder. Vanwege mijn verslaving. Vanwege jouw verslaving. Ja, nou, ik heb er ook eentje thuis. Oh, schermgebruik. En dan hebben wij het over grenzen en kinderen. Hè? Hoe kunnen we ook in het onderwijs de kinderen leren met schermen en gezondheid. En vooral ook niet te streng te zijn tegen zichzelf. Ja. Hey, Tamara, hele fijne avond. Ook leuk dat ik een en ander mocht komen vertellen. En we zien elkaar vast later weer eens. Helemaal goed. Hey, dankjewel allemaal voor het kijken en het luisteren. En jullie dank jullie wel voor alle aandacht en voor alle enthousiaste reacties in de chat. Doei. Doei.